de vorige leven. Ze weten dat dat naar hier is, dus... Die ziet de hoek licht, Filip. Ja, maar die is 4 dagen daarin. Ja, het zit al van maandag in. Het is een shock. Dus dan denkt u ook niet meer logisch. Ja, ik kan denk zo even niet logisch. Pas op, hè. Pas op. Ja, ze zit hier. Nu. Het is gewoon voorlopig een afweging maken tussen zo weinig mogelijk schade aan je huis. Allee, met alle respect, maar de poes zit er al 4 dagen in. Hè. Op die 10 minuten zal het niet meer komen. Voor sommige mensen is dat van oei, een stomme kat, maar voor ons is dat wel, ja, dat is net als mensen. Het is ook een dier, het is een leven. Zo hebben we dat ook ooit eens meegemaakt. Er was een poes in een regenbuis gevallen, een klein jong poesje. Maar we konden daar onmogelijk bij, of we moesten al beginnen muren uitbreken van al die huiden. En dan dat poesje proberen vangen met een touw, daar er toch proberen bij te geraken. En uiteindelijk is hij dan uit schrik verder weggekropen in die regenbuis en we hebben ze niet meer kunnen pakken. Dus die poes zal daarin gestorven zijn, overleden zijn achteraf. We hebben die nooit kunnen vangen. En dan gaat hij, ja, dan vertrekt hij en dan denken we dan, oei. This isn't sometimes, yeah, it's for always. If I'm gonna love you with all of my heart. Poesje is bevrijd uit de benarde situatie. Ongeveer nog 2 minuten opruimwerk en wij zijn radiofonisch beschikbaar van hieruit.